Wat we zien is hier de traditionele manier van sturen. Het organigram staat centraal. De organisatie heeft de huidige positie, wil naar een gewenste positie met allerlei doelstellingen daarbij. Het managementteam weet wat het wil bereiken en het wordt naar de vloer vertaald op een wijze waarop doelen en indicatoren hier worden neergezet en afgeleid van de ondernemersdoelstellingen. Nou, dit is iets wat je niet moet doen. Dit leidt tot silo denken en niet tot het realiseren van de doelstelling. Goed Piet, we hebben gekeken naar... IPM Partners is een organisatie die klanten helpt, onze klanten helpt, organisaties helpt met prestatieverbetering. Daarvoor hebben we een eigen ontwikkelde aanpak, die noemen we IPM, oftewel Integraal Performance Management. Wat we binnen IPM doen, is dat we de klantketens centraal stellen. Wat wil de klant? Wat krijgt de klant? Door die klantketens centraal te stellen, verbinden we de afdelingen binnen de organisatie. We gaan eerst met het managementteam aan de slag. Wat willen we bereiken en waarom is dat noodzakelijk? Belangrijk om je medewerkers mee te krijgen. Dan gaan we met de werknemers aan de slag, want zij weten als geen ander hoe je dat het beste kunt invullen. En dan gaat het feitelijk om twee aspecten. Eén is het individu. Zijn ze in staat om het werk naar behoren uit te voeren? Willen ze en kunnen ze? En tweede is, hoe wordt er samengewerkt tussen de afdelingen en tussen de werknemers, zodat die klantketen optimaal presteert. Werkfans is een middelgroot bedrijf dat binnen deursystemen, deuren, kozijnen, ontwikkelt, produceert en plaatst. IPM Partners heeft ons in ruim een half jaar tijd zelfstandig leren werken met de systematiek. Zo hebben we de faalkosten met ongeveer 50% teruggebracht. We hebben de doorlooptijd van onze meest complexe producten ook ongeveer met de helft teruggebracht. En ook ons ziekteverzuim is ongeveer gehalveerd. We zijn hier al 3 jaar weg. En er wordt vaak gezegd, als consultants binnenkomen, ja, dan wordt er een dik adviesrapport geschreven. En dan, als ze weg zijn, dan verdwijnt het weer. Nou, hier zie je echt een voorbeeld dat het niet zo werkt. Vandaag dag 1 zijn we begonnen met Werkfans om de organisatie competent te maken. En ze hebben het alleen maar groter gemaakt. Het bieden van klantwaarde wordt steeds belangrijker, ook in de bouwkolom. En een geïntegreerde aanpak helpt ons enorm daarbij om die klantwaarde te bieden. En dat is uiteindelijk in belang direct van onze klanten, van onszelf, maar ook van het bouwproces en de bouwkolom.